Ja mensen, welkom in Roosendaal. Hier is het weer kermis. Daar zijn we weer. Vorig jaar zijn we ook geweest. Ja, daarvoor ook. Ik zal wat liedjes in beeld laten komen. We gaan nu weer opnieuw een review maken. We beginnen zo meteen bij de nostalgische kermis hierachter. En dan gaan we naar de gewone kermis. En laat je zien wat er allemaal staat. Let's go baby. De La Papillon van Duits. Heel de kermis staat van Duits hier. De nostalgische kermis. Pure dierenmishandeling. Ja mensen, kijk even op het water hier bij de Tsunami. Alleen zit geen water bij deze attractie, hè. Had wel mooi geweest. De Ping Pong Show hier bij de Tsunami gebouw bij KMG. Hij is van Otten. Staat hij voor de eerste keer, maar vroeger heeft hier op deze plaats wel eens de Discovery gestaan. En nu dus de Tsunami. Dit is trouwens een Discovery 2.0, dus de verbeterde versie. Vooral in de bediening en de opbouw is deze verbeterd. Zo, mensen op de kopje, hè? Oké, komt ie. Come on. Ready. Oh ja, oké. Game over. Daar is die weer mensen, de Wappeliep van Hans van Tol, Monster 3, gebouw bij Zwartkop, een poliepje natuurlijk. Ja, staat hier op een betere plek als vorig jaar vind ik, veel mooier. Ook vind ik hier ja, deze poliep veel beter past als bijvoorbeeld vorig jaar de Breakdance, want deze is toch een slagje groter, dus toch een slagje netter ook. Ja, het is gewoon een goede poliep met goede rit altijd, snel ook. En dit is de Projekt 1 KMG Efterbunnen in Neder gebouwd. Mooi ding, maar wat hebben ze nou gedaan mensen? Ja, dit heeft wat te maken met Amerika. Ik ga er best niks over zeggen, maar het ziet er niet uit die kappen erop. Godverdamme. Dat weet je niet. Juri zei net dat het veilig is. Oh, rood baby. Maar ik vind de rit nog steeds niet zo heel extreem als ik eerlijk ben. Dat is wel jammer. Oh, lekker killen baby! Weet je, dat ziet uit zijn wel. Hij draait weer niet vol uit, jongen. Allemaal. En op. En neer. En op. En neer. En op. En neer. En op. En neer. Ja, ja. dit jaar voor Roosendaal. De Booster Max van de Voer, vorig jaar de Turbine, het jaar ervoor ook trouwens. Maar de Turbine is verkocht naar Heiblom, was eerst ook van de Voer samen met Heiblom, nu dus helemaal van Heiblom. Daarom staat de Booster Max gebouwd bij Fabri en is 60 meter hoog. Dus zijn kermismaat is in de werkelijkheid ietsjes lager, mensen. En heeft het lekker druk hier. En staat ook met achterwand. Interessant hè, kijk. En hier is de Jumbo van Ordelman, mensen. Een mooie grote familiezaak. En die zijn populair in Nederland, want er zijn er steeds meer aan het komen. Gebouwd bij Kool Max Plus. De ruimte tussen de Booster en de Jumbo is al heel klein, terwijl ze daar een berg ruimte hebben. Waarom is die Booster dan niet gewoon een klein stukje opgeschoven, hè, zou je zeggen? Ja, toch een beetje vreemd, want nu kan die wachtrijden maar net langs. Maar ja, als normaal persoon kan je er nu niet meer bij. En de Future World van Hinzen als autoscooter hier weer opnieuw op deze plek. En heeft het ook weer stampdruk, hè? Want het is sowieso druk op de kermis vandaag, op dit moment. En hier opnieuw weer de Aries, Buntje op een andere plek. Ja, niet echt praktisch, twee hoge zaken naast elkaar vind ik persoonlijk, maar goed. Hij is gebouwd bij Technical Park en 35 meter hoog. En we wachten dat ze afgeschoten worden naar boven. Ja. Oh, gaan we ons op het gemakje aftellen, ja. Schiet nou maar op. Hoppakee, naar boven met dat ding. Oh, kijk eens, alles geweest, ja, als het scherp stelt. Hoppa, ja, ja. Nieuw voor Roosendaal, de metmeel van de Vries, een soort wipe-out idee, je moet er dus overheen springen. Ha, klapt even op zijn bek, geweldig. Ja, oké. Okay. Dus je moet er overheen springen, als je het groen raakt ben je af en als je het van ja, het valt ben je ook af. En zo'n eerste proefrondje, dat best hij is nu aan het doen en daarna dus wordt het echt. Degene die langs bij het staan, ja die heeft gewonnen, uiteraard hè. En hier is de Flipper, mensen, gebouwd bij Hus van Hoefnagels, Hinzen. Mooie machine. De ritten zien er nu ook even wat beter uit. Het kan zo lijken. Maar toen ik net langs liep, toen dacht ik van nou, toch helemaal niet zo slecht. Hij bleef in ieder geval lang boven hangen. Maar het kan ook gezichtbedrog zijn geweest, mensen. Tot nu toe is het nog niet zo heel snel. Mooiste winnaars van Nederland, mensen, Hero City als XXL is van de Vries en Koevoet samen. Prachtige zaak met ja, die XXL-uitbreiding maakt het af, hè. Prachtig. En hier ga je met je auto door de wasstraat. Wat een prachtige zaak, hè, mensen. Kijk eens, het is toch gewoon helemaal af. Het is alleen jammer dat jullie muziek niet draait, speciaal aan muziek, maar ja, ik kan het wel begrijpen. Je wil ook nog wat anders hebben natuurlijk, maar het is gewoon een hele mooie zaak. En dat water, hè, ja, dat maakt het echt af voor mij. nu even weinig van mensen, maar hij is er toch wel, de Snowjet. Snowjet 1 van Van der Veen. Hé, dat ruimt nog ook. Ja, er zijn er 2 van in Nederland en dit is dus de eerste gebouwde. Met leuke shows, maar ja, de ritten. Zoals vorige week in Lille zullen ze hier niet zijn hoor. Maar de show is wel leuk, zo met die moving heads en zo. Dat ziet er wel leuk uit. Oh ja mensen, ik mag geen grap meer maken over deze attracties, dat gaan we ook niet meer doen. Het is de breakdance van Hoefnagels. En ja, het is de enige nummer 1 breakdance van Nederland. Hij is afkomstig uit Bobby Aland. En hij geeft matig tot slechte ritten weg. Nou, dat was een serieuze review over deze breakdance. Oh ja, hij is gebouwd bij Hus in Bremen. Ja mensen, rook baby, en we hebben net, ik heb net even natuurlijk gedaan, je hebt de on-ride beelden een stukje van gezien. Ja, ik heb eerder deze avond echt een goede rit gezien, met veel afwisseling erin, maar de rit die ik kreeg, nee, ik was niet onder de indruk, helaas. Want het is wel een mooie breakdance, nu ook met het rook, ziet er best leuk uit allemaal. En sowieso die achterwand vind ik ook mooi erbij. De uitsluiting is allemaal wel goed, maar ja, ik heb toch een ja, matige rit gekregen. Ja, matig, misschien zelfs wel slecht. Veilig eentonig, moet ik wel zeggen, de lichtshow vind ik er wel leuk uit, die mensen. En hier hebben we Rescue weer, 2 etage glazen dolhof van Hezik. Wilt u leuke beelden zien? Ga dan naar de kermis review van Renesse kijken. Ja, wilt u leuke beelden zien? Ga dan naar de review van Renesse. Daar heb ik hem gedaan, mensen. En hij is lastiger als je denkt. Beneden. Helikopter. Woe! Lekker zuipen het kermiscafé, mensen. Ghost villa van Sipkema, mensen. Hier zou eigenlijk Keistervilla moeten komen, maar het is een Ghost villa geworden. Vind ik wel leuk, want ik heb hem nog nooit gezien. Misschien ga ik hem zo meteen van de binnenkant doen. Ik heb dus net gezien dat er live action in zit. En mocht ik hem gaan doen, dan laat ik zo meteen nog even weten wat ik ervan vond. Kijk, er komen de mensen net toevallig naar buiten. Dat is mooi voor de shot. Hij is trouwens van dezelfde Simkema's van de Projekt 1. Dit is dus het tweede project. Wat een slechte grap. Dit is wel weer. Ja, nu komt hij wel. Woe! Nee, ik zie niks hier, hè. Godverdorie. Ja, mensen, je hebt net wat on-ride beelden kunnen zien van binnenin. Ik vind hem matig. Hij is niet slecht, zeker niet. Er zit er veel smoke in. Maar het is veel donker en ons wagentje deed niet draaien. Dus wij waren hier, zeg maar, dit stuk waren we gewoon recht. En de live action deed het bij ons niet. Ja, die stond er wel, maar die deed helemaal niks. Dus dat was ook wel jammer. Maar op zich een leuk spookhuis en ik denk dat er ook wel potentie in zit in dit spookhuis. Hier hebben we de spinningcoaster van Bewalda, gebouwd bij Revenson, grote muisbaan. Deze kan nog opgebouwd worden als XXL, maar ja, dat doen ze hier in Roosendaal niet, hè. Dat is wel jammer. Ja, het staat wel een beetje op een ja, minder mooie locatie naar mijn mening. Doei! En hier is de zoutmachine van Hoefnagels, mensen, gebouwd door Van der Beek. Hij staat ook te koop, heb ik begrepen. Met leuke shows erbij. Blijf de smaak maken van de Nederlandse kermis, mensen. Dat is toch een mooi apparaat, hè? Zo, zo! Here we go! Panama, let's go! Zo mensen, dat was de review van de kermis in Roosendaal. Dat was een leuke kermis op zich, met veel vermaak. Leuke zaak, goede zaken, nieuwe opstelling. Valt mij nog niet zo, ik vind het sfeer missen. Met name hier dit laatste stuk vind ik sfeer missen. Je kijkt er tegen onkruid aan de achterkant van de zaak, dat vind ik gewoon niet mooi. Voor de rest gewoon leuk. Staan ze op hier op beeld. Voor de rest leuke kermis. Eindcijfer van deze kermis, deze kermis 8,8. En de beste show, ik denk... Hero zit maar op iets geen 9, leg even uit. Ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Wat is wel een 9? Buiten de camera. Hoogtepunt van de dag, binnen in de nummer 1. Ja, dat is voor hem. Dat kan je in de vlog zien. Maar beste show. Waarom nou even nog beste show? Beste show. Beste show. Dat kan niet. Ja, luister, enigste met vuur dat weg. Dat wel. Beste show. Hoefnagels met de sandwich. Ja, laat. Hoefnagels met een breakdance show. Zeker de hoefnagels met de booster. Oké, oké. Met z'n allen zeggen we doei. Met z'n allen zeggen we doei. Doei. Die camera niet op. Doei mensen. Dag mensen. U zag het niet, maar de camera. Doei. Tot de volgende keer abonneren. Ja, abonneer op mij. En like even www.facebook.com/funfailing. Ja, oké. Dat doet u lekker mee. Kom op. Doei.